Hi Geert. Hi. Hi Frank. Er zijn in grote lijnen twee ontwikkelingen. In de eerste plaats de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is volop in beweging en blijft in beweging. In de tweede plaats zien we dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. En ondernemers moeten daarop inspelen. En om daarop in te kunnen spelen, moeten ondernemers investeren in mensen. En daar is een goed stuk personeelsmanagement en personeelsplanning voor nodig. Ondernemers moeten gaan plannen. Net zoals ondernemers plannen met hun winst- en verliesrekening, moeten ondernemers gaan plannen met een personeelsmonitor. Ondernemers moeten kijken of de koers van het bedrijf aansluit met dat wat ze in huis hebben. Met andere woorden, de personele kracht. Buitenhek Plus is een adviesbureau gespecialiseerd in HR-dienstverlening. Wij richten ons zowel op de organisatorische kant als op de meer procesmatige kant van organisaties en de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. En op dat punt, met name dus die menskant, hebben wij de samenwerking gezocht met HHCM. Dit HR-adviesbureau ontwikkelt software ter ondersteuning van HRM-processen. Doordat we constateren dat in heel veel organisaties weinig zicht is op de kwaliteit van hun personeel, er ook weinig aandacht aan besteed wordt, te veel aan dossiers zit en wel de behoefte om juist in de praktijk, in de adviespraktijk, iets te ontwikkelen waarmee je heel snel, kort en bondig zicht kan geven en analyse kan maken van je eigen organisatie. De digitale personeelschouw is een instrument waarmee inzichtelijk wordt gemaakt voor organisaties hoe het personeel functioneert en wat het ontwikkeld potentieel is. Het is een web-based oplossing en dat wil zeggen dat organisaties zelf geen software hoeven te installeren. En dat gewoon via het internet wordt aangeboden. De algemene gegevens, dat wil zeggen de NAW-gegevens, personeelsnummer en dergelijke, wordt overgenomen uit de informatie die bij organisaties vanzelf al beschikbaar is, wordt ingelezen in ons systeem en vervolgens worden vragenlijsten aangemaakt. Die vragenlijsten worden ingevuld door de leidinggevende en die informatie die daaruit voortkomt, die wordt opgeslagen. Die organisatie, of dat ook tot resultaat gaat leiden? Het voordeel voor de ondernemers is dus dat zij adequate informatie hebben en doordat het een soort van foto's zijn, kunnen ze het monitoren. En dat is ook nog een belangrijk uitgangspunt van dit systeem. Ontwikkelingen in de wereld gaan steeds sneller. Daarom is het van belang dat bedrijven wendbaar zijn. En wendbaar zijn betekent dat je moet investeren in je mensen. En daarvoor is strategische personeelsplanning onmisbaar.